De oude Salem sloeg een arm om de drenkeling en steunde hem tussen de katers door naar een open vlakte. Het was een moeilijke tocht, want de weg lag vol stenen en zwaveldampen bemoeilijkten de ademhaling, zodat heer Bommel aan het einde van zijn krachten was toen het huisje van Salem in zicht kwam. Beklemd keek hij naar de vulkaan die het landschap afsloot. Vuur. Er komt vuur uit. Ja, ja. Dat is niet zo goed. Nee. Het zou wel eens mis kunnen gaan. En dat terwijl we haast thuis zijn. Hij had het nauwelijks gezegd of er klonk een gerommel. En de grond barstte op verschillende plaatsen open om vuur en lava door te laten. Zodoende ontstonden er vele kratertjes, waarvan één zich onder het huisje van de heer Ochtendrood bevond. Daar was het eenvoudige metselwerk natuurlijk niet tegen bestand. Het werd van zijn fundamenten gerukt en te midden van zwaveldampen in de lucht geblazen. Dat bedoel ik. Dit is nu al de tweede deze week. Ik kan wel aan het bouwen blijven. Ja. Maar ja, men moet al blij zijn als men niet zelf afgevuurd wordt. Wat u, meneer Bommel? Ja, hoe vreselijk. Is het hier altijd zo? Een heer zou hier omkomen met zijn tegenstel. Dat zal wel. Ja. Het is niet gemakkelijk om ergens te wonen waar de wereld vergaat. Maar men went eraan. Er is niets aan te doen. Ik ga u naar neef Abbas brengen. Huh? Daar is het een ideal geval. Rustiger voor iemand met een tegenstel. En een dubloem. Getroffen door de laatste opmerking tastte heer Bommel naar zijn knoopsgat. Maar helaas, hij had Doddeltjes bloem in de aardbeving verloren. Bedrukt haasten de bejaarde Salem en heer Olly zich uit het gebied der vulkanen totdat ze op een kale, rotsachtige vlakte kwamen. Hier woont neef Abbas. En kijk, daar staat nicht Ira gomba puree te maken. Ze woont maar eenvoudig in een kampement, als meneer Bommel het niet erg vindt. Dat is om gauw weg te kunnen als het nodig is. Aha. En tussen deze donderbergen helpt dat toch niet eens veel. Want men weet nooit waar het vuur vandaan zal komen. Ja. Ach ja, de wereld kan op allerlei manieren vergaan. Het beste is om eraan te wennen, omdat er toch niets aan te doen is. Maar natuurlijk is er iets aan te doen. Men moet aanpakken. Dat zei mijn goede vader altijd en daar houd ik mij aan. Waarom blijven jullie hier wonen? Dit lijkt me een slecht land toe. Waarom kopen jullie geen boot om het meer over te varen? Een boot kopen? Van wie? En om iets te kopen moet men de dubloenen hebben die in oude verhalen voorkomen. Ja. Maar die hebben wij niet. Ja, maar... Kijk! Dit is nicht Ira. Ja. Ze kan goede, zoete koekjes maken van knollen en jassen knopen van eigen wol. En Ira, dit is een meneer die een echte dubloen heeft. Hij komt uit het land waar ze groeien. Olly Bommel heet hij. Olivier B. Bommel. En wat ik had, was een bloem. Een doddelbloem. Maar die ligt ergens op straat, verloren toen de aarde verging, bedoel ik. Gossie. Ja. Hoorde ik dat goed? Iemand uit het land waar de bloemen op straat liggen? Ja. Bestaat dat echt? Ik dacht altijd dat het een verhaaltje van Oom Salem was. Ik ben neef Abbas. Ja. Deze baas ziet er vreemd genoeg uit om daar vandaan te komen. Ga zitten, meneer Bommel. Ja. Dan zal ik u wat te eten geven. Ja, ga zitten en vertel, vreemdeling. Ik hoop dat u onze gast wilt zijn. Heer Olly gehoorzaamde. En terwijl hij hongerig in de knollen hapte, begon hij het land aan de overkant van het zwarte water te beschrijven. Nou, ja. Dat deed hij op de hem eigen, boeiende manier, zodat zijn toehoorders verward aan zijn lippen hingen. Alleen was het vervelend dat hij zich niet herinnerde hoe en waarom hij naar dit akelige Apoka was gekomen. Hij vertelde echter verder tot uitputting hem tot zwijgen dwong. En toen haastte Abbas zich om hem het familiebed in de tent te wijzen. Stil, kinderen, stil. Deze baas komt uit het land van de dubloenen en hij weet de weg daarheen. Maar die heeft hij even vergeten. Hij is teer en daarom gaat hij slapen. Ali, Mali, Sali gaan nu de buren uitnodigen. Dan maken wij morgen een stamdag. Maar de rest van jullie gaat gewoon op wacht en kijkt dubbel goed uit. Ik kan niet blijven, Abbas.
De komst van deze vreemdeling is erg belangrijk. Hij weet de weg. En als de heugenis terugkomt in zijn gestel, zal hij ons wijzen waar de andere wereld is. Daar is alles beter. Geen vuur en geen wringend. En daar groeien de bloemen. Ze liggen er op straat. Het is goed dat je morgen een stamdag houdt om beraad te slaan. Misschien is er een manier om weg te komen uit deze wereld die vergaat. Zal het land intrekken om alle anderen te waarschuwen. Toen heer Bommel de volgende morgen uit de tent kwam, wachtte Ira hem reeds op met het ontbijt. Meneer, bent u uitgeslapen? Ik voel me beter, alleen een beetje vreemd in het hoofd. Een leegte, als u begrijpt wat ik bedoel. Misschien wordt hij wel gevuld als hij een paar knollen gegeten heeft. Ik hoop het maar, want daar komt Boerman Anzorl al met zijn familie. Er is vandaag een stamdag om naar u te luisteren, ziet u? Boemel? Dan moet hij familie zijn van tante Jezebel. Dat kan niet. Deze baas is een vreemdeling. En Apoka is het enige land dat bestaat. Dat is niet waar. Er is nog een andere wereld en die zal hij ons uitleggen. Ja. Vertel waar u vandaan komt, meneer Boemel. Heer Olly zette de nap neer en gehoorzaamde met enige tegenzin. Hij was nog hongerig en bovendien had hij de vorige dag al verteld wat er te vertellen viel. Maar al pratende begon hij weer schik in het onderwerp te krijgen door de oplettendheid van zijn toehoordersscharen die voortdurend aangroeide. Het zal u dan ook duidelijk zijn dat in mijn wereld alles beter is. Het is een wereld zonder vulkanen waar het steeds maar prettiger wordt omdat er voor iedereen gezorgd wordt en geld geen rol speelt. Het is mogelijk dat de leemte in zijn geheugen heer Bommel parten speelde. Of misschien kwam het omdat hij al een poosje geen kranten gelezen had. Maar een feit is dat hij de Rommeldamse wereld zo meeslepend schilderde dat zijn gehoor ademloos luisterde. Vermoeiend was het wel, want de menigte werd steeds groter en na verloop van tijd moest hij roepen om zich verstaanbaar te maken. Waar was ik? Kinderen, kom maar even zitten hier beneden. Komt u alsjeblieft iets dichterbij? Lopen hoeft niet. Overal rijden auto's. En zo heb ik persoonlijk bijvoorbeeld de oude schicht waarin ik mij beweeg als ik in stilte mijn werk doe. Ook kan men overal een eenvoudige, doch voedzame maaltijd krijgen waar Joost soms iets bijzonders van maakt. Dat goed is voor iemand die je niet zo van knollen houdt, hoewel ik er nu wel trek in zou hebben. Vulkanen zijn er niet en van vergaan is geen sprake, want van alles is overvloed. Wij kennen geen armoede. Dubloenen? Nou, nee. Kijk, als men geen geld heeft, gaat men naar het gemeentehuis. Waar, dubloenen? Die ken ik niet. U zult bloemen bedoelen. De bloem van Doddeltje bedoel ik. Maar die heb ik verloren toen ik... Hij zweeg, verward en uitgeput, en er viel een stilte over de vlakte. Maar boven op de rots was een vreemd geritsel hoorbaar dat veroorzaakt werd door een bladermassa die langzaam naderde en in het voortgaan lange tentakels uitschoot. De eigenaardige planten verspreidden zich langs de rotswand naar beneden, maar in de vallende schemering was er bijna niemand die ze in de gaten had. We moeten hier weg, want er zijn niet alleen vulkanen, maar ook wringerds. En die zijn nog erger volgens mij. Hoe kunnen we in de andere wereld komen? Een moeilijke vraag. Ik ben over het water gekomen, al weet ik dan ook niet hoe. Maar we zullen tegen de stroom in naar de overkant moeten gaan. En het is mijn plicht als heer en als Bommel om u uit dit ongelukkige land te helpen. Dat zie ik heel duidelijk in. Maar wat zijn wringerds? Wringerds! Daar!